Tim, wat is er allemaal gebeurd met jou, man? Ik kan het echt niet uitleggen. Maar ik vind dat contrast zo groot. Ja. Van jou... Moet je tegen mij niet zeggen. Huilend, met je hele kamer vol met foto's. Bordjes op de deur, No Girls Allowed. Er was een kussen van Deborah. Nee. En hoe kan het zo snel opslaan, joh? Ik weet het echt niet. Is dat gewoon een cupido? Deborah is een prachtig meisje. Het is een one of a kind. Maar hier is gewoon iets sterker gegroeid dan sterker was dan mijzelf. Maar het is dan toch prachtig eigenlijk? Ja, ik vind het ergens wel prachtig. Maar dubbel natuurlijk ook. Ja, maar ergens vind ik het echt heel erg spijtig voor Deborah. Want ik wil niet dat Deborah er hierdoor onderdoor gaat. Als je er klaar voor bent, dan starten we hem in. Ik ben er klaar voor. En die beelden zwakken alleen maar af. Ik heb geen vertrouwen meer. We mogen het leuk hebben met iemand, maar je flirt toch niet? Sorry, dat doe je niet. Ik vind het echt niet oké. Okay. Het is ook niet oké. Okay. Hij beleeft en bedreigt me niet, maar dat is toch niet. Ik geef mijn hart aan hem. Echt, ik ben zo trouw. Ik zie niks slecht. Ik flirt zelfs niet met geen een van de jongens. Ik zweer, dat begrijp ik gewoon niet. Moeilijk om naar te kijken, Tim. Ja. Lijkt me. Het is sowieso pijn. Ze heeft het hier alleen nog over het flirten, hè? Ja. Betekent ook dat ze ook vanavond, net als jullie... Ja. Beelden te zien krijgen. En daar gaat ze beelden zien van jou en Cherise, maar dan echt samen. Kijk, dit is Temptation Island. En dan moet je je openzetten voor Temptation. Dan moet je je openstellen voor verleiding. En ik heb mij opengesteld voor verleiding. Ik denk eerlijk gezegd van, ja kijk, als dit een relatie van 4 jaar kan doorprikken, voor een meisje die ik zo graag zie, waar ik echt op het punt mee stond voor haar ten huwelijk te vragen, dan denk ik gewoon dat ik moet eerlijk zijn met haar en eerlijk moet zijn met mezelf.